Hey, hallo allemaal. En leuk dat jullie kijken. Zoals jullie misschien gehoord hebben, zijn er sinds kort 20 Bethesda games in de Game Pass gekomen. En 5 van die Bethesda games die hebben pas geleden een FPS boost gekregen. En dat wil zeggen dat ze daarmee een hogere framerate hebben. Nou, een van die games dat is Fallout 4. En ja, jullie zullen Fallout 4 ongetwijfeld al een keer gespeeld hebben. Want Fallout 4 is inmiddels al 6 jaar oud. Maar dat neemt niet weg dat je er niet nog steeds heel veel plezier mee kan beleven. En namelijk door middel van het gebruik van mods. En ik zal jullie even laten zien wat je zoal met die mods kan doen. Nou, dit is mijn sanctuary, zoals je kan zien. Nou, de brug is hier volledig hersteld. Normaal gesproken is de brug helemaal afgebroken. Dit is dus ook met behulp van een mod. Nou, een mooie welkomst neon bord bij de ingang van mijn settlement. Twee turrets. Nou, hier zie je dus al mijn villa die ik gebouwd heb. Twee poppetjes ter beveiliging. Nou, mijn settlement is nog niet helemaal klaar, zoals je misschien wel zal zien. Ik ben nog van plan om heel veel te bouwen, maar ik heb even de basis geperfectioneerd voor zover het mogelijk was. Nou, ik geef jullie even een korte rondleiding. Een leuk zwembad heb ik gemaakt. Een watervalletje. Een grasveldje. Ik laat jullie de binnenkant van mijn villa even zien. Nou, de inrichting moet ik ook nog een beetje perfectioneren, want het is allemaal nog een beetje kaal. Ik heb nu ongeveer plaats voor 14 settlers, dus bewoners. En ja, hoe meer bedden je in je settlement plaatst, hoe meer bewoners er binnenkomen. Dus als je maar één bed hebt staan, ja, dan zal je ook niet meer dan één persoon binnenkrijgen. Nou, hier heb ik nog helemaal niks geplaatst. Nou, hier, dit wordt eigenlijk mijn wapen en armor room. Hier heb ik al wat power armor staan. Nou, hier heb je een mooi uitzicht. Nou, dan gaan we even naar de kelder, want daar heb ik ook nog iets leuks. Zo. Want ik heb hier een ingang naar mijn eigen vault. Nou, die vault die kan je dus ook nog helemaal uitbreiden en zo groot maken als je zelf wil. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Dus het is alleen de basis waarmee je begint. Maar dat ga ik allemaal nog uitbouwen. Maar dan hebben jullie vast een beetje een idee wat er zoal mogelijk is. Nou, dan ga ik weer terug naar mijn eigen kelder. Zo. Je kan zelfs dieren plaatsen met behulp van mods. Ja, ik heb een paar dieren, nog niet zoveel. Nou, deze hond heb ik. Ik heb een konijn. En er loopt ook nog een kippetje rond. Ja, hier is hij. Nou, deze mooie vuurtoren heb ik door middel van ook een mod geplaatst. Deze deur, die garagedeur zit er normaal ook niet in. Je hebt ook ontzettend veel deuren die je daarvoor kan gebruiken. Je kan ook helemaal naar boven in de vuurtoren. De muur om mijn settlements heb ik ook helemaal geplaatst. Dat is, ja, dat is eigenlijk over het algemeen met gebruik van mods. En vooral als je gaat bouwen heb je heel veel geduld nodig. Want het kost heel veel tijd om alles precies aan elkaar te laten passen. En om het er allemaal zo mooi mogelijk uit te laten zien. Maar ja, ik vind dat leuk. Ik kan me er helemaal in verliezen. In huizen bouwen en sommige mensen vinden daar helemaal niks aan. Ja, ik vind dat geweldig.
Nou, hier ligt iemand die er niet meer zo fris uitziet. Nou, ja, deze kas, hier kan je dus allerlei groentes verbouwen. En je kan dus ook jouw settlers aan het werk zetten. Die kan jij assignen aan een bepaald, bepaald iets. Deze heb ik assigned dus om mijn groenten te verbouwen. En hier heb je dus ook nog een stukje beveiliging. Hier kan je ook mensen neerzetten die dus de boel beveiligen. Oh, nou hier heb ik een gorilla rondlopen. Was ik alweer vergeten dat ik die erin had gezet. En nog een tweekoppig hert. Ik zal jullie even laten zien hoe het modmenu in zijn werk gaat. Tenminste, het bouwmenu. Nou, je drukt de knop in op je controller van het bouwmenu. Dan moet je even wachten. Hoe meer mods je geactiveerd hebt in je game, hoe langer het duurt voordat je, je bouwmenu geladen is. En bij mij zijn dat nogal wat mods, dus dat, dat duurt even iets langer. Daarom zeg ik al, je moet wel geduld hebben. Maar als je maar één of twee mods hebt, ja, dan is dat menu veel sneller geladen natuurlijk. Nou, daar is hij al. Zoals je ziet, ik heb nu linksboven in de hoek heb ik 16 mensen, 16 settlers in mijn settlements. En ik heb 17 bedden, dus dat kan kloppen inderdaad. Nou, dit is dus het menu. Hoe meer mods je hebt, hoe meer items je hier terug kunt vinden. Even kijken. USO Integrated is ook een mod. Nou, hier heb je dus allerlei dingen. NPC's. Dit zijn dus die dieren die je erin kan zetten. Nou, hier heb je een spin. Of nee, dat is geen spin, dat is een mier. Nou, en die zet je er zo in. Je kan, guards. Kan je erin zetten. Ja, als je zelf geen settlements of geen settlers krijgt die automatisch naar je settlement toe komen, kan je dan natuurlijk ook gewoon zelf settlers inzetten op deze manier. Kijk, dan hoef je niet te wachten tot ze zelf naar je toe komen. En even kijken. Nou, dit is dus die neonverlichting die je er zelf in kan zetten. Je kan zelf woorden maken met neonletters. Ja, ik laat het even snel zien allemaal, want er is zoveel mogelijk. Ik ga naar structures. En dan hebben we hier ook mods. Snappy Builds is een mod. En SOE pack. En Snap and Build. Nou, Snappy. Nee, wacht. Snap and Build. Dat is ook een hele leuke mod. Hier heb je Real Estates. En daar heb je dus allerlei muren die je kunt gebruiken om jouw huis te bouwen. Met allerlei mooie betegelde binnenkanten. Hout en steen. Even kijken. Nou, deze heb ik dus gebruikt voor mijn huis, zoals je ziet. En ja, je hebt. Even kijken. Als ik even terug ga. Decorations. Ja, je hebt verschillende lampen, schilderijen. Dit is ook wel leuk. Je hebt hier ook planten. En zelfs bomen. En special effects kun je ook gebruiken. Misschien kun je het zo wel zien. Bovenop mijn villa zie je een beetje rook omhoog komen. Nou, daar heb ik dus een schoorsteen geplaatst. En met die special effects kun je dus zelf doen lijken dat er rook uit de schoorsteen komt.
Dat is deze. Oh nee, wacht. Dat is niet deze. Smoke. Kan je dus kiezen ook welke richting die in gaat. Je hebt verschillende kleuren ook, verschillende snelheden. Ja. Nou ja, het komt erop neer. Met behulp van mods kun je echt oneindig veel dingen doen met Fallout 4. Eigenlijk wordt die Fallout 4 dus één grote sandbox. Je kunt zelfs buiten je settlements bouwen waar je normaal helemaal niet buiten kunt bouwen, omdat je een limiet hebt. Je kunt zelfs op plekken bouwen waar helemaal geen settlements zijn. Dus ja, en de gekste dingen kun je doen. Je kunt zelf verschillende wapens in je game plaatsen, kleding. Ja, eigenlijk alles wat je wilt. Ik ga even uit het bouwmenu. En dan laat ik jullie mijn mods zien die ik allemaal geïnstalleerd heb. Even kijken. Als ik in de game naar mods toe ga, dan krijg ik zeg maar mijn load order van mijn mods. En sommige mods die vereisen dat je ze helemaal onderaan je load order plaatst, omdat die eigenlijk als laatste geladen moeten worden. Ik heb dus bijvoorbeeld ook een mod geïnstalleerd die heet Clean Sanctuary. En dat is eigenlijk puur om jouw sanctuary helemaal plat te maken en leeg. Want normaal is jouw sanctuary staat vol met huizen die half vervallen zijn en struiken. En door middel van die mods is dus eigenlijk alles weg. En heb je gewoon een kale settlements die je zelf helemaal kan inrichten. Nou, dit zijn al mijn mods die ik geactiveerd heb. Dit is die Snappy House Kit die je net al tegenkwam. En Place Anywhere is ook een hele fijne mod. Daar kan je dus overal dingen plaatsen. Maar ook als bepaalde items niet aan elkaar snappen, noem ik het maar even. Of niet, op die plek geplaatst kunnen worden. Normaal moeten ze in het groene gebied staan. Kan je met Place Anywhere kan je ze toch daar plaatsen, ook al kan het normaal gesproken niet. En All Settlements Extended, dat is een mod waarmee je dus buiten die settlements kan bouwen. Dus je hebt dan geen maximaal limiet meer, hoe groot die settlement kan zijn. Even kijken, en dit is dus, Clean and Smooth Sanctuary Hill, dat is dus die mod waarmee je dus je sanctuary helemaal leeg maakt. Daar heb je gewoon een platte settlement waar je dus alles kan plaatsen wat je zelf wil. En die moeten dus eigenlijk helemaal onderaan staan. Anders krijg je bepaalde problemen dat dus oude gebouwen door jouw nieuwe settlement heen komen. Of bomen die ineens zomaar midden in je huis tevoorschijn komen. Nou, ik zal jullie ook even het mods-menu laten zien waar je dus de mods kan activeren. Dus ik sluit deze even af. Nou, dan gaan we in het hoofdmenu weer naar mods. Ja, en er zijn echt ontiegelijk veel mods die je kunt downloaden. Echt wel honderden. Voor ieder wat wils. Nou, dit is My Library. Dit zijn dus weer al die mods die je net ook al zag. Die ik geïnstalleerd heb. Die kun je hier ook uitschakelen. Kijk, als ik deze mod kies. Disable, delete. Ja, het is allemaal heel makkelijk weergegeven. Dit is dus een leuke lightsaber mod. Daar heb je dus Star Wars lightsabers in Fallout 4. Nou, hier als ik naar beneden ga heb je dus alle categorieën. Je kan ze ook bij favorieten zetten. Highest rated mods. En de allernieuwste animals. Allerlei dieren die je dus erin kan zetten. Armor, audio, buildings. Complete gebouwen die je door middel van een mod in je game zet. Je hebt ook hele leuke cheats. Kleren. Companions.
Dus normaal gesproken heb je dogmeats. Maar je kan je dogmeat ook vervangen door door een labrador. Of een kat. Of een robot. Of een deadclaw. Ja, het kan allemaal. Creatures. Even kijken. Gameplay. Je hebt zelfs mods waarmee je dus gewoon complete andere missies krijgt. Ja, soort DLC zeg maar. Graphics. Daar kan je je game ook een beetje mee tweaken. Dus andere lichteffecten. Dat het er allemaal net wat anders uitziet. Andere kapsels. Andere textures en models. Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk de enige mods die ik op dit moment echt veel gebruikt heb. Dat zijn mods om te bouwen. Want daar ben ik gewoon nou het meeste mee bezig geweest. Andere mods ga ik ongetwijfeld nog wel een keer uitproberen. Maar ja, er is echt zoveel. Nou, dit zijn NPC's. Nou, nieuwe quest zoals ik net al zei. Dus als je alles wil uitproberen wat er met mods mogelijk is, nou dan ben je wel even bezig, denk ik. Nou, daar hebben jullie in ieder geval een beetje een beeld van wat er met Fallout 4 nog allemaal mogelijk is. Dus mocht je het verhaal uitgespeeld hebben en je denkt van ik verveel me en ik ben toch nog niet helemaal uitgekeken op Fallout 4. Nou, dan kan je je best nog wel even vermaken. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En bedankt voor het kijken allemaal.